Het is vrijdag 27 februari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Fred Rutte vertrekt bij Feyenoord. Bezoekers Blijdorp zien voor het eerst de pasgeboren ijsbeertweeling. En Erasmus MC betrokken bij effectievere aanpak van kanker. Het weer, Ed Aldus. Zaterdag begint de dag nog met wat zon en sluierbewolking. Maar in de loop van de dag raakt het toch wel zwaar bewolkt. En vooral eind van de middag of anders begin van de avond, dan gaat het ook vanuit het westen regenen. De temperatuur komt uit op een graad of 8 en de zuidenwind neemt toe. Langs de kust wordt hier later krachtig, een windkracht 6. Graag tot zometeen. Fred Rutte vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. De trainer gaat zijn contract niet verlengen. Dat bevestigen bronnen binnen Feyenoord. Het besluit over het vertrek van Rutte is genomen na overleg met technisch directeur Martin van Geel. Bij de Kuip staat Dennis van Eersel. Dennis, Fred Rutte stopt na dit seizoen. Dat is toch niet een hele grote verrassing? Nee, er is heel lang geheimzinnig gedaan door Feyenoord, maar vooral ook door Fred Rutte zelf over zijn toekomst. Zou hij nou wel of niet bij deze club liggen? Fred Rutte wilde daar eigenlijk nooit iets over zeggen, zelfs op de dag van vandaag nog niet. En daardoor had ik al een beetje het gevoel, die zou wel eens weg kunnen gaan. Want als die wel zou blijven, wat kan het kwaad om dat in aanloop naar een duel met Excelsior of welke club dan ook, om dat al bekend te maken. Terwijl als je weggaat, zou het voor onrust kunnen zorgen. Vandaag was de persconferentie in dit stadion voor de wedstrijd met FC Utrecht van de komende zondag. En doordat Rutte niets over zijn eigen toekomst zei, werd het een beetje een kolderiek toneelstukje. Ik ga niks uitleggen. Oh, dit thema dat voor mij is nu niet aan de orde. Ik ga er niet op in bij deze. En ik ga alleen in op vragen van die relevant zijn ten aanzien van de wedstrijd van FC Utrecht. Maar door dat te doen gaat het juist niet over die wedstrijd. Geblesseerde, geen geblesseerde, etcetera. En hoe wij uit de wedstrijd zijn gekomen van gisteren. Ik zou journalist kunnen zijn. Ja. Bijna. Ja, dat is een verkapte sollicitatie. Waarom doet Rutte zo mysterieus, Dennis? Ja, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Ik ga ervan uit dat er bij de club, of ik weet dat dat zo is, dat er ook een mediabeleid is. Dat er wordt gestuurd, dat er advies wordt gegeven. Ik kan me niet voorstellen dat Fred Rutte dat soort adviezen gewoon in de wind slaat. Want je hoort het Jan Dirk al eventjes tussendoor zeggen tegen Fred Rutte. In de voorbereiding op Utrecht is het juist alleen maar verstandig om nu een keer duidelijkheid te geven. Iedereen weet het al dat hij weggaat na dit seizoen. Wees gewoon duidelijk, geef antwoord op die vragen. Want nu creëer je alleen maar onrust. En uiteindelijk, zonder dat hij het echt wilde, verklapt Rutte ook nog daadwerkelijk dat hij gewoon weggaat. Want er werd ook nog gevraagd naar zijn eigen toekomst als hij weg is bij deze club. Misschien keert hij terug bij FC Twente, daar waar hij vandaan komt uit die contrij. En toen reageerde hij gebeten, geprikkeld, zei hij het volgende. Nee, maar ook dat is weer allemaal speculatief. Dat is echt onzin. Echt de grootste onzin. Maar dat is puntje, dat in de wereld heeft gebracht, is echt onzin. Ik weet daar helemaal niks van af. Kijk, omdat ik toevallig in die regio woon, wordt er gelinkt aan. En dat is de huidige media, dat kan ik ook niet veranderen. Maar ik kan het alleen, kan ik het ontkrachten. Maar ik weet absoluut van niets. Maar je bent er voor jezelf helemaal uit. Waar de toekomst ligt. Daar ben ik helemaal niet uit waar mijn toekomst ligt. Ik kan niet in een glazen bolletje kijken. Dat kan jij ook niet. Dus. Nou, uiteindelijk ging het ook nog over waar Fred Rutte het eigenlijk over wilde hebben. Die wedstrijd van komende zondag uit bij FC Utrecht om 14:30. Belangrijkste nieuws, Colin Kazim Richards, de spits die tegen AS Roma uitviel met een hamstringblessure, heeft een fikse hamstringblessure zelfs opgelopen. Hij staat, daar zijn ze bang voor bij Feyenoord, enkele weken zelfs aan de kant. Zondag dus sowieso niet. Dankjewel, Dennis van Eersel. Wie kan er weerstand bieden aan twee dottige sneeuwwitte ijsbeertjes die hun eerste onzekere stapjes buiten zetten? Niemand toch? Vanmorgen mocht de ijsberentweeling van Diergaarde Blijdorp voor het eerst de babykamer uit. En als dat nieuws naar buiten komt, dan gaat dat als een lopend vuurtje. Ik kwam hier binnen en ik las het eigenlijk, omdat ze naar buiten zouden komen. Ik hoorde het van papa en mama. Toen wou ik er gelijk naartoe. Opa die belde mijn moeder dat we naar de dierentuin gingen en toen zei mama dat de ijsberen vandaag kwamen. En toen stond je al bijna binnen in de dierentuin. Ja. Door het hekje hier.
Wat ik gezien heb is dat we kleine wormpjes van 600 gram, misschien 20 centimeter, 25 centimeter groot, hebben zien groot worden naar toch wel individuen inmiddels, al twee karaktertjes. Hoe doet moeder Olinka het? Want ze is ervaren. Ze is ervaren inderdaad. Ze is, dacht ik, volgens mij nu inmiddels haar vijfde nest. En ze is natuurlijk ook de moeder van onze wereldbekende Vix. En ze doet het hartstikke goed, zoals je nu ook ziet, inderdaad gewoon moederzorg alom. Ze gaat nu lekker op haar kont zitten, een beetje achterover zo, want de jongen die zijn nu lekker aan het drinken bij haar. En dat hebben ze de afgelopen 2,5 maand heeft ze enorm goed voor die jongen gezorgd. Dit zijn de kersen op de taart. Dit zijn echt de hele mooie momenten die we als dierverzorger hopelijk inderdaad bijna dagelijks zouden willen meemaken. Maar dat ga je er ook aan wennen, moet ook niet. Nee, dit is echt heel bijzonder en ontzettend leuk dat je dit gewoon in je werk, dat je dit gewoon mee kan maken dan allemaal. Dus ja, gewoon geweldig. Nou, Anouk, zullen we maar gaan? Ja, zodra bekend is of de twee ijsbeertjes mannetjes of vrouwtjes zijn, dan kunnen de namen verzonnen worden. En straks, in Rotterdam zouden bakfietsen op bestelling worden gestolen. Aan nepfoto's op Marktplaats. En op het moment dat iemand een deal sluit, dan gaan ze erop los en dan worden ze gepikt. Ja, ik heb ook vriendinnetjes in Hillegersberg waar ze worden gejat. Een van de weinige rijksmonumenten in Rotterdam is mogelijk onherstelbaar beschadigd. Het voormalige gemeentearchief aan de Maternessenlaan blijkt te zijn gekocht door Angola, dat er een consulaat in wil vestigen. De buitenkant werd de afgelopen dagen wit geschilderd en dat is volgens kenners voor dat gebouw zeer schadelijk. De schilderwerkzaamheden zijn inmiddels stilgelegd. Afgelopen maandag verschenen de stijgers op de Maternessenlaan en begonnen schilders het monumentale zandsteen te schilderen. De overbuurvrouw belde gelijk de gemeente. Ja, iemand van gebouwendiensten, monumentenzorg heb ik een mailtje gestuurd. Maar ja, verder ben ik niet gekomen. De Angolese overheid laat weten dat het pand inmiddels Angolees grondgebied zou zijn. En dus ook de wetten en regels van dat land gelden. Tot ver in de middag gingen de werkzaamheden gewoon door. Tot verbazing van de VVD, die vragen stelde en eist dat de verf eraf gaat. Ja, onze verbazing was ook dat het vanochtend gewoon weer doorging. Nu lijkt het gestopt te zijn, maar dat had natuurlijk meteen moeten gebeuren. Het zal er nu af moeten, want het ziet er natuurlijk niet uit. Rutger Polderman is adviseur van Stadsherstel. Ongelooflijk is zijn conclusie. Het gebouw links daarvan is in de oorlog verwoest geweest. Het heeft de oorlog overleefd om nu alsnog inderdaad zo beschadigd te raken. Ja, treurig. In de loop van de middag arriveert plotseling de politie en de aannemer. Die laat weten van vergunningen niets te weten. Niet voor elke alle werkzaamheden die je uitvoert heb je een vergunning nodig natuurlijk. Maar had u toch kunnen voorzien hè, dat als je een pand volledig gaat schilderen dat daar een vergunning voor nodig is? Nee. Nee. Nog nooit bij de hand gehad dit? Nee. In al die jaren? Nee, dus nee. Maar als je het hebt, want dat zou een volle vraag kunnen zijn van je, dat het een pand is met een historie. Ja. Dan praat je over andere dingen. Het is een rijksmonument. Dat mag niet geschilderd worden. Dat heb ik begrepen. Tenminste, u zegt het. Ik heb het niet begrepen, maar u zegt het. Ja. Maandag gaan de gemeente Rotterdam en het Angolese consulaat met elkaar in overleg. Hoe het uiteindelijk afloopt met het pand. Komt dit nog goed? Nou, dat is niet op het oog te zeggen. Dat zou je eigenlijk door middel van proefjes moeten proberen. Allerlei methodes om natuursteen te reinigen. Maar het materiaal is heel zacht. Dus als je gaat reinigen met geweld, stralen of spuiten met een of ander spul, dan spuit je het kapot. Dit gaat kapitalen kosten, als het al schoongemaakt kan worden. Ja, dat gaat heel veel geld kosten, ja. De man die begin deze week doodgevonden werd in een tuinhuisje langs de A20 bij Rotterdam 16-Hoven, is door verbranding om het leven gekomen. Sectie op het lichaam heeft uitgesloten dat de man al dood was voordat de brand in het tuinhuisje aan de Noorderbocht ontstond. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Na de vondst van de dode man werd een 43-jarige Pool aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte. De behandeling van kankerpatiënten wordt de komende jaren veel effectiever. Vanaf 2017 kunnen patiënten ook in Nederland terecht voor een protonentherapie. Door deze therapie kunnen tumoren veel directer worden aangepakt. In Delft wordt daarvoor een speciale kliniek gebouwd. Het Erasmus Medisch Centrum is een van de instellingen die erbij betrokken is. Ik heb een tumor gehad in mijn schedelbasis. En dat is helemaal midden in je hoofd. Waar je ruggenmerg, je schedel ingaat. Voor die locatie, om die te bereiken, moet je door heel veel gezond
weefsel. En met gewone bestraling zou je daardoor een grotere slijtageproces krijgen dan nu met die protonenbestraling. We kijken heel erg naar wat zijn de organen in de buurt en wat is de mogelijke schade daarbij. En zo zijn er eigenlijk in alle lichaamsdelen wel redenen te verzinnen waarom je dat met protonen misschien zou moeten doen. Je krijgt de diagnose kanker en dan? Ja, dan stort je wereld even in. Maar goed. Het grote voordeel van protonentherapie is dat de bijwerkingen minder zullen zijn. Dat zal niet voor alle patiënten gelden, maar met name bij patiënten waar je een tumor hebt die dicht bij wat wij noemen kritieke structuren liggen, dus organen die misschien beschadigd kunnen raken. Dan kun je met die protonen het zodanig richten dat daar minder dosis in komt en dat die organen gewoon goed blijven functioneren. Ik heb twee kinderen, twee meisjes. En die moesten daarvoor een langere periode bij hun vader wonen. Want ik ben gescheiden en ze wonen een week bij mij en een week bij hun vader. En ja, dan moet je toch wel ook zorgen dat die opvang er is. Daarnaast komt er ook nog bij dat je een huisvesting moet regelen. Of je moet in een hotel of je moet in een appartement gaan zitten. En dat soort dingen moet je ook allemaal uitzoeken zelf van tevoren. De periode was heel heftig en het was vervelend, maar het heeft ook wel een heleboel dierbare vriendschappen gegeven en dat het contact intenser is. En niet dat je daardoor heel intens gaat leven of heel anders gaat leven, nee, maar je maakt het wel op een andere manier mee, denk ik. Ja. Ze zijn populair, maar daardoor ook bij dieven gewild. Bakfietsen. Afgelopen week zijn op de Rogussestraat in Rotterdam-West in één nacht tijd 6 bakfietsen gestolen. En ook in andere delen van de stad verdwijnen ze. De eigenaren staan machteloos. De bakfiets is populair in Rotterdam bij dieven. En één straat op dit stukje Rogussestraat alleen al en er zijn er 6 weg. Ja, het is gewoon. Ik kan me voorstellen dat ze dan in de rest van de stad ook nog wel losgaan. Ja, ik heb ook vriendinnetjes in Hillegersberg waar ze worden gejat. Ja, toevallig ook afgelopen maand. De schrik zit er goed in. Aan de Graaf Florenstraat zwijgen aanwezige bakfietsmoeders. Een bakfiets is tenslotte goud waard. Vraag dat maar op de Rogussestraat aan buren die er geen hebben. En zo meteen ga je wel lachen, want dan ga ik 2 kinderen op 1 fiets vervoeren. Maar is het prettig om een bakfiets te hebben? Stel dat u hem heeft. Ja, het is hartstikke handig. Ja, ik ben wel blij als het er elke ochtend nog is uiteindelijk. Met 3 kleine kinderen is het een fantastisch vervoersmiddel in de stad. De bakfiets is in bepaalde delen van Rotterdam echt onmisbaar, zeggen de eigenaren. Waarom heeft u een bakfiets? Wat heb je daaraan? Nou, het is heel handig als je 2 kinderen hebt en je moet ze naar school brengen met alle spullen. Waar staat die school dan? Ja, ver weg. Dus we zijn wel 20 minuten. Hier op de hoek hebben we toch ook een hele leuke school? Welke school? Nee, nee. Maar we hebben in de jaren dat we hier met z'n allen wonen nog nooit gehad dat er zoveel bakfietsen in één nacht gestolen zijn. Dat is nog niet gebeurd. De politie laat weten dat de agenten op straat de komende tijd extra alert zijn. Zometeen na Rijnmond Nieuws is het weer tijd voor FC Rijnmond. Nou, Etienne, aan onderwerpen geen gebrek zou ik zeggen. Nee, je bent er al mee geopend, hè? Fred Rutte natuurlijk en zijn vertrek. Nou, wat er gisteravond allemaal gebeurde in de Kuip gaan we allemaal bespreken. Veel Feyenoord in deze uitzending met onze gasten Jan-Dirk Stouten en Martijn Krabbedam, de clubwatcher van Feyenoord bij Voetbal International. Dus dat over 10 minuten in FC Rijnmond. Dankjewel, Etienne. Dat was het. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Prettig weekend.